Het heeft er alle schijn van dat hier een klopjacht gaande is. We zijn in de wijk Kanaleneiland. Dat is, om een beetje beeld te schetsen, zo'n 500 meter van het 24 oktoberplein vandaan. Waar vanochtend die schietpartij is geweest, dat schietincident bij de tram waar we de hele dag al over berichten. We staan op zo'n 500 meter daar vandaan en hier achter me kun je zien, er is een afzetting hier neergezet. Er staat een zwaar bewapende politie daar, veilig de politieauto's ook daar. Een stuk verderop, we gaan proberen daar even naartoe te lopen. Han, de cameraman, als je met me mee kunt komen, dan kun je het iets beter zien. Als de camera daarna kan inzoomen, daar in de verte zie je hoe een arrestatieteam zich daar geposteerd heeft bij de ingang van een woning. Daar is dus kennelijk waar de politie zijn oog op heeft laten vallen. Het opmerkelijke is dat de politie daar eerder al geweest is. Ik denk ongeveer 3 kwartier geleden, toen stonden we daar ook al. Toen is de politie daar vervolgens weer vertrokken. Met piepende banden zijn ze daar weer weggegaan. Als je aan de achterkant van dit blok gaat kijken, daar zie je ook arrestatieteamleden staan. Die hebben ook af en toe gericht op de balkons. Op het moment dat er iemand op het balkon verschijnt, dan wordt daar het wapen gericht en wordt geschreeuwd dat de personen daar weg moeten gaan. Dan lijkt het dus op dat hier een grote klopjacht gaande is in de wijk Kanaleneiland in Utrecht.